uit Overberg. Ze rijden met Pico en Rocco, twee Welsjes van 18 jaar. Een hele ervaren combinatie. Mannen die erop losbranden. Mannen die de snelheid gewoon niet schuwen en die er gewoon voor gaan. Ervaring gaat hier spreken. Helm van het Franse Vreemdelingenlegioen waar hij ooit in zat. Hij zit te lachen. Ja, ik moet maar wat vertellen dan. Ja, natuurlijk. 53 seconden. Wat een tijd zeg. Ja. En ze hebben fans meegenomen. Ik ga eens even bij de fans kijken. Even blijven staan. Niet weglopen. Niet weglopen. Kom even bij jullie. Jullie moeten niet lachen als ik over die helm van Kees begin natuurlijk. Hè? Is toch geen gezicht. Is toch geen gezicht. Laten we eerlijk zijn. Bent u de vrouw van Kees? Dat dacht ik al. Want u zit het hardste te lachen. Je laat je man toch zo niet van huis gaan? Ik ben hartstikke trots op hem. Dat zeg ik niet. Ik heb het over die helm. Hij rijdt ermee op de drafbaan en daar moet je zo'n helm op hebben. Dat u dat nu weet. Ja, dat weet ik wel. Ik woon bij Wolvega, dus... En komen jullie daar ook? Nou, meer een Jas die geen dienst laten. Doe maar duur. Toch leuk dat jullie hier zijn. Hij komt vanmiddag mee twee dravers die op de drafbaan gelopen hebben. Dus daar gaat hij nog een snellere tijd neerzetten. Volgens mij 2012 heeft hij gewonnen. Dus... Ja, daarom zeg ik ook van hou deze combinatie in de gaten. Fantastisch, geef deze mevrouw een applaus. Fantastisch. Lukt het daar uit je slaapkamer aan? Jazeker. Ja? Lekker hè? Vorig jaar zijn er twee naar beneden gevallen, dus, want toen hield het hout los. Dus kijk uit.